De complete Heumense gemeenteraad heeft maandagmorgen tijdens de spits geprotesteerd op de Rijksweg in Malden. Gedurende 3 minuten blokkeerden zij de weg door continu heen en weer te lopen over het zebrapad en de rotonde. Reden voor het protest is de enorme drukte op de Maldense hoofdweg. Volgens de gemeenteraad leveren de 20.000 auto's die dagelijks over de N844 rijden te veel geluidsoverlast en luchtvervuiling op. Met spandoeken en borden maakten de raadsleden aan automobilisten duidelijk waarvoor zij protesteerden. Kreten als maak N844 leefbaar en ten einde raad waren op de protestborden te lezen. De gemeenteraad maakt zich al jaren hard voor een oplossing tegen de drukke hoofdweg. Zij ziet het protest op de drukke straat als een laatste noodgreep.